Yo, bikebros, welkom bij een nieuwe video. Wij de rijden. Oh, hier helemaal, politie. Sorry, sorry guys. Sorry voor schrin. Drie, twee, één. Yo, bikebros! Go, let's go! Let's go, let's go! Hey! Let's go! Hey! Wat een gekke lijf. Oh, fucking dik, jongen. What is up, bikebros? Let's go, dan. Alles lekker. Met ons in ieder geval vandaag wel, man. Nee, rij maar gewoon. Boah, daar gaan we dan. Fucking dik. En we zijn los, boys. Woehoe. Yeah. Ja, fucking hard. Oh, welkom bij een nieuwe video, guys. Vandaag 10 augustus, de eerste Bike Bros Rideout. En wat een opkomst, man, bro. Wow, yo. Ja, fucking dik. Volgens mij zijn er in totaal om en nabij iets van 40 mensen. Ja, zeker. Volgens mij. Hallo. Oh, een beetje aan de kant, mevrouwtje. Ja, kapot ziek, jongen. Iedereen die erbij is, thanks voor het komen. Er waren gasten die gewoon een half uur... bijna een uur hebben gereden, eentje uit Groningen zelfs. Zaandam, Utrecht, ze komen overal vandaan, man. Thanks voor de dikke opkomst. En ik hoop dat jullie van de rit gaan genieten. Hebben genoten, want de video komt pas later online. Ah, fucking dik. Bro, hoor je me nog? Ja, zeker. Ah, top, ik liet ze gewoon even brabbelen, man. Ja. Ik kom even naast je rijden, ja? Oh, fucking ding. Ja, kom maar, kom maar. Kijk deze hele pet, even gasten. Dikke rij, jongen. Kijk dan, bro. Achter je. Wow, yo. Zo vet. Oh, ik. Oh, dit is echt heel vet. Dus we hebben... Ja, iedereen die hier eigenlijk is, heeft de route van ons ontvangen. Dus iedereen rijdt gewoon lekker op zijn gemakjes, op zijn tomtom. Lekker de route. En ja, we zien wel hoe het gaat, bro. Over die. Ja, man. Sowieso. Ik hoop dat iedereen gewoon lekker kan genieten. De man gooit gelijk het gas erop. Oh, kerel, ik had wel een beetje lichtelijke spanning vanochtend, man. Ik had wel een klein beetje kriebels, man, eerlijk gezegd. Gewoon eigenlijk tot we er naartoe leefden eigenlijk nog niet, maar... Ja, dat had ik ook, man. Mensen vroegen ook van, heb je een beetje spanning of zo? Ik zei, ja, eigenlijk pas vanaf vanochtend. Niet om tof te doen, maar nee, ik had eigenlijk helemaal geen spanning. En toen ik daar stond, jongen... En steeds meer motoren kwamen, ik kreeg gewoon kriebels, jongen. Had je dat ook, bro? Ja, man, ik ook. Beetje tranquilo. Yo. Ja, het is voor ons ook de eerste keer, dus we moeten ook even... ja, gewoon, we hebben nog nooit zo met zo'n grote groep gereden natuurlijk. Dus voor ons is het ook even een beetje uitvogelen hoe we moeten rijden het beste en zo. Ja, fucking dik, jongen. Dus was je er nou niet bij, als je deze video ziet? Wees erbij, man, de volgende. We gaan wat sowieso... ben je allemaal aan het doen, jongen? Ja. Waarom ben je er niet? Wees aanwezig bij de volgende ride-out, man.
Yo! Let's go, kom mee! Hey, die gaat een lamme arm krijgen! Die gaat een lamme arm krijgen, dat zeg ik je! Die kan heel die rij even gaan groeten. Ja, ik hoop dat iedereen op tijd is gekomen. We zijn al wat later vertrokken. We zouden kwart voor weg gaan rijden. Het is nu iets over half, dus we gingen volgens mij half gingen we rijden. Trikie. Volgens mij, voor wat wij hebben ondervonden, heeft iedereen het wel aardig goed kunnen vinden. Ja, er waren een paar die de snelweg opknalden in plaats van... Ja, het zat aan de andere kant van de weg zat net de snelweg inderdaad, dus dat was een beetje... Ja, ik ga wel vast naar achter. Kom maar. Waar ben jij dan? Rij je nog achter mij, bro? Yo, er komen allemaal uit. Kom maar. Yo! Yo! Let's go! Yo! Let's go! Woe! Wel padre! Let's go! Oké. Mop! Oh, dit is zo vet, jongen. Wou je helemaal naar achter gaan, bro? Ja, is cool. Kom nog maar voorbij. El padre! Yo, komt u maar. Hoeveel moeten we er nog? Ja, dan kon ons deze gekke rij, jongen. Dit is echt geweldig, jongen. Fucking dik. Oh, ook echt dikke bikes, man. Ja, gek. Kijk maar lekker al. Yo. Ja, gaat prima. Kerel, dikke rij, hoor. Yo. Ah, tering, dit is echt een lijf, jongen. Dit is zo vet, gek. Ja, fucking dik. Let's go! Ah, kerel, ik krijg gewoon een lamme arm, kerel. Blijf maar komen, joh, wat is dit? Fucking lijf, blijf maar komen. Wat gebeurt hier? Hier gaat reppen. Hier gaat los. Gaan ze blokken of wat? Ja. Er is iemand aan het blokken volgens mij. Ja, er is iemand aan het blokken. Niet normaal, jongen, dit, bro. Ja, let's go. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, hier helemaal, politie. Oh, nee, fietspad. Rechts over fietspad. Niet door rood rijden. Oh, hij gaat gewoon rechtdoor. Ja. Hij denkt, laat maar. Gewoon serieus 10 minuten onderweg, lekker boot. Ja, hij pakt wel een fietspadje. Nee joh, die is al lang hier voorbij. We stonden een half uur voor de stoplicht. Ja, die verwacht niet dat wij daar nog stonden. Hij denkt, ik heb geen zin in dat gezeik, ik rij wel gewoon door. Ja, hij doet gewoon alsof hij niks heeft gezien, toch? Ja. Dat zou echt goed zijn, joh. Dat hij denkt van, ja, laat maar, joh. Ja. Ja, maar hij zag ook alleen die 20 man staan of zo, toch? Dus valt ook wel mee. Ja, dat was al wel een stuk weg, ja. Oké, dames en heren, we zijn... we bleven een beetje achter met het stoplicht, met z'n vieren. De laatste vier. Maar Kudo heeft net contact gehad. Met de voorrijder. En als het goed is, gaan ze wel eens rustig aanrijden, zodat we weer kunnen aansluiten. Dat zou wel inderdaad wel nice zijn, ja. Ik zou wel oppassen hier niet te hard rijden, man. Ja, precies. Niet dat die Wout hier daar staat, hè. Ja. Ah,
Als iedereen inderdaad maar gewoon een lekkere route rijdt. Voor zover wij weten, vinden wij het echt een lekker ritje hier door het bos, dadelijk een stukje open wegen. Dus ik hoop dat jullie er zo ook over denken. En fucking dik, gewoon die opkomst. Zo, maar alleen dat vond ik al echt hard, man. Ja, dat vond ik ook fucking dik. Ja, volgens mij tegen de 40 of zo was het. Maar we kunnen straks de videobeelden even terugkijken hoeveel er voorbij zijn gekomen. Ja, ik ben wel benieuwd. Maar ik denk inderdaad een stuk of 40, man. Kijk, we zijn er weer. Ja, dat is ook sowieso om de koffer, man. Ja, dat is ook een woud. Nee, hij zwaait. Zo, we zijn er weer, guys. We zijn weer bij de groep. Hier is die oudje, die vindt dat mooi, jongen. Die vindt dat machtig mooi, jongen. Haha, die man zat te genieten, jongen. Ja, 100. Iedereen vindt dat mooi, jongen. Maar je hebt ook best wel even wat te kijken, gewoon, als je gewoon langs de weg staat. Ja, het duurde net ook echt lang voordat de groep weer bij elkaar was, man. Hé, hey, je hebt je knippie aan, pap. Knippie. Knippie, knippie. Ik ga even aan de andere kant rijden. Oh, die auto die wacht mooi even op ons. Even een beetje aansluiten. Yo. Huh? We gaan de verkeerde kant op, of niet? Nee. Jawel. Huh? Jawel. Huh? Wat is dit dan? Wat gaan we heen? Nee, je moet eentje verder. Ja. Maar wij geven ook links aan. Moeten we er achteraan? Ja, maar dat is uitgezonden. Nee, we rijden gewoon rechtdoor. Dan kom je gewoon op dezelfde weg. Iedereen gaat over. Iedereen denkt dat het dit voor een grap, joh. Ja, je moet hier zo links. Ja. Sorry voor de vieze motoren, mensen. Een enkele keer, willen ze hier even een mooi shot maken of zo? Wat zijn wat... Heel raar, ik weet het ook niet. Sorry, nou, sorry guys, sorry voor het grind. Ja, het valt nog mee gelukkig. Ja, dan weet je een beetje dat wij skilled riders mee hebben, want dat is gewoon een kutpad dat. Maar we zeggen gewoon net al dat heel veel geregeld is en zo. Ja. Ja, ondanks de spelen geregeld, kan de auto toch fout gaan. Krijg je nog steeds dit soort dingen. Mensen zijn nu tegen elkaar, ja Pik, ik ga hier zo af hoor, ga ik echt niet doen. Ik ga naar huis hoor. Ja, wat is dit voor onzin. Sorry guys voor het grindpadje. Maar gewoon iedereen hier gewoon, wel gewoon doorgereden. Ja. Dat is wel legend eigenlijk. Maar je zag iedereen in die bocht even twijfelen, want volgens mij is dit niet de bedoeling. Ja, ik vind wel, bro, dat ze wel iets mogen bedenken man, voor deze fout. Wat wij moeten doen. Een kleine punishment man, hebben we wel verdiend voor dit ja, eigenlijk. Vind ik ook. Fouten mogen niet, worden niet getolereerd. Kijk eens even jongen, kijk eens even wat een ritje hier hé. Ja, dit is niet gek hoor. Ja, dat hebben we van net alweer goed gemaakt man. Ja, die fouten nu gelijk goed gemaakt. Moet eens kijken wat eruit zegt jongen, iedereen komt tot rust. Nou, jammer dat niet die heel die slinger hier rijdt nu. Ja, dat is jammer. Dat zou wel echt pat zijn jongen. We hebben wel een nieuwe leader volgens mij. Iemand bij de hesje, of niet? Weet ik niet. Iemand probeert onze groep te kapen. Ja, stel je voor dat iemand anders opeens gewoon zo'n leader pakt toch? Ja. Iedereen gaat er gewoon even voor staan. Om te kijken, heerlijk jongen. Die was gewoon die oren weer aan het tegenhouden van die hond. Nou, er zitten, zitten twee auto's tussen. Ah ja. Ja, maar broer, wat hebben we allemaal voor bikes meerijden man? We hebben V2, Ducati ja, of V2, V4? Of V4, ja dat weet ik nooit, maar ik weet niet precies waar je dat aan, of je dat aan het uiterlijk kan zien. Ja, dat is wel de dikste bike denk ik man.
Ja, die mee rijdt. Ja, en dan hebben we een paar 09'tjes, nieuwe. Allemaal 20, 23, 24 volgens mij. Echt een stuk of 3, 4. Ja. Een hele zooi MT-07's. Volgens mij allemaal maar zwarte. Ja. We hebben geen andere kleur volgens mij, hè? Ja, eentje volgens mij. Die met die rode of een beetje rood-oranje wielen. Die. Ja, die is zwart. Die is zwart. Oh ja, ja, gewoon, ja, precies. Maar de rest is allemaal helemaal zwart, of niet? Ja. Gewoon ook de velgen. Ja, man. En wat hebben we nog meer? Ja, een paar wat oudere Yamaha's. Twee dikke diversions. Een paar Kawa'tjes, 750. Een paar Z650. Ja. Ja, kan. Kunnen we daar van naar voren? Wij van naar voren, bro? Ja, is goed. Oké. Okay. Ik kom even naast je, bro. Heel. Deze hiervoor heeft sowieso de kat eruit. Wie? Deze? Diversion. Ja. Ik vind het geen Diversion. Hetzelfde als papa heeft, toch? Ja, ja, ja. Dat is wel geniaal. Hammer. Eeuw. Rij me gewoon, schat, we komen wel bij je. Rij me gewoon door. Die auto's gaan er zo wat tussenuit. Gewoon doorrijden. Oh, die XSR 900 rijdt achter ons, Kurt. Die is ook dik, man. Die, ja, die is echt mooi, ja. Ja, echt mooi, man. Het ziet er echt wel heel mooi uit of zo. Ja, klopt, ja. Ook een mooi geluid zat erin, man. Toen ik kwam aanrijden, dat is toch echt zo'n motor dat je even een keer checkt, gewoon. Ja, klopt, man. Maar hij shuit ook gewoon zo. Dat je denkt, oh, yo, die is vet. Ja, dat had ik ook. Dus, gene met de XSR, dikke bike. Ja, sowieso, een goede motor. Goeie motroe. Goeie moedroe. We zitten officieel op de helft. Ja, inderdaad. Nee, wel verder over de helft, of niet? Ja, man. Ja, dat is 2 uur rijden, toch? Ja, maar we moeten nog 39 kilometer. Oh ja, qua kilometer wel, qua tijd niet. Qua tijd zit op de helft, dat bedoelde ik. Ja. Sorry. Ja, nou rijden we een beetje in de midfield. Ja, midfield. Zo, als die zon op de helm schijnt achter je. Ja? Dan lijkt het net alsof hij zo'n zwaailicht op zijn hoofd heeft. En wat? Oh, zwaailicht. Wie? Ja, de achter ons. Hij heeft zo'n knalblauwe helm, zo'n vizier. Oh. En als die zon daar op weer kaart, lijkt het zo'n zwaailamp op zijn kop. Oh ja, ik zie het nu. Ja. Ik dacht voor mij. Hier, baby, ik ga je even voorbij, hè. Ja. Hoi, hoi. Bro, rij je ook een beetje voorop, of niet? Ja, ja, ik rij achter PJ, man. Oh, top. PJ. Ja, ja, lichtbruin. Ja. Ja, goede gast is dat. Nou, guys, dan rijden we weer voorop. Ja, oh, ja, ik vind het zo tering mooi, jongen. Doet je camera het nog, bro? Ja, man, ik ben nog aan het rollen. Nog wel, hij is rood, man, batterijtje. Dus we kunnen elk moment uitvallen, mensen. Oké, Bike Bros. We verlaten het eindstation.
eindstation, dus de ride-out zit erop. Wij gaan, ja, we zijn aangesluit, man. We hebben nog even lekker broodje gegeten bij de La Place. La Place? Ja, super nice, man. Geslagen ritje afgesloten. Iedereen bedankt sowieso voor het komen. We hopen dat jullie uiteraard genoten hebben van het ritje. Halverwege ging er heel even iets fout met de route, maar volgens mij vond niemand dat heel erg. Ik heb in ieder geval heel veel lachgezichten, leuke gesprekken, echt van alles, man. Ja. Nieuwe mensen ontmoet, mensen elkaar ontmoet volgens mij. Dus volgens mij echt een fucking geslaagde dag, man. Voor mij in ieder geval wel. Volgens mij heeft iedereen het wel naar zijn zin gehad, ja. Dus dat is het belangrijkste. En al met al vond iedereen het een mooie route. We hebben wat mooie leerpuntjes voor de volgende keer. Als er een volgende keer gaat komen. Maar we denken van wel. Dus was nice, man. Ja, we hebben in ieder geval... we weten nou ook hoe het is om in een echt grote groep... relatief grote groep voor ons doen te rijden. We hebben eigenlijk nooit, ook met die grote riders, nooit echt meegereden. Dus het was voor ons ook nieuw. En leuk dat we deze rit voor jullie mochten organiseren. En voor de mensen die er niet bij waren, gemiste kans. Dus zorg dat je erbij bent de volgende keer als we een ride-out organiseren. En en nog wat toe te voegen, bro? Stay tuned. De Bike Pro Shop is bijna online. Of is online op het moment dat deze video komt misschien wel. Hij moet gewoon, als jullie deze video zien... Is die gewoon online? Daar moeten we gewoon voor zorgen. Dus ga hier onder je merch shoppen en zie er net zo goed uit als deze bro hiervoor. Hoi, hey! Tot de volgende video. Vergeet niet te subscriben, te liken en tot de volgende. Later! Later!